Ik zag allemaal teleurgestelde FC Utrecht spelers en allemaal blije FC Groningen spelers. Is dat het beeld van deze wedstrijd? Blijkbaar, ja. Met 0-0 zijn wij zeker niet tevreden en Groningen wel. Dus ja, dan hebben zij het goed gedaan, blijkbaar. Ja, maar we kunnen toch niet zeggen dat jullie een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Want ik denk dat ik zomaar 6, 7, misschien wel 8 doelkansen heb geteld. Maar er gaat er gewoon geen in. Nee, klopt. En het waren ook geen... Ja, makkelijke doelkansen wat dat betreft, maar er zijn wel ballen die erin kunnen vliegen. Alleen valt helaas net niet goed. Maar ja, wat je net zegt, we hebben echt denk ik wel de wedstrijd gedomineerd. Bijna niks weggegeven. We wilden constant druk op ze houden, dat lukt ook goed. En ze moesten teruglopen, ze moesten tot op eigen helft staan. En als je ziet, ploeg als Groningen die maar één keer verloren heeft na de winterstop. En gewoon goed voetbal speelt tegen elke ploeg. En dat wij ze gewoon eigenlijk niet laten voetballen. Ik denk dat dat op zich wel een compliment is. Alleen ja, we moeten hier wel scoren, vind ik. Want ja, ik denk dat we meer kans hadden kunnen creëren als we de laatste ballen, de laatste steekballen of de laatste voorzetten wat beter waren geweest. Ja, jij persoonlijk was toch wel 2, 3, misschien 4 keertjes dicht bij de openingstreffer. Dat zou dan al de 6e keer dit seizoen geweest zijn. Ik las een opvallende statistiek. Je hebt 5 keer gescoord, 5 keer openingstreffer. Vandaag was je er ook weer dichtbij. Is dat dan iets waar je mee bezig bent of heb je zoiets van, boeit mij dat? Nou ja, het maakt me niet zoveel uit of ik de openingstreffer scoor. Het is wel lekker, want dat breekten we vaak een wedstrijd ook helemaal open. En dat zag je vorige week tegen Heracles ook. Het is wel een leuke statistiek dat ik vaak de eerste score. Ja, en het maakt me in principe niet uit welke score, maar gewoon de punten pakken. Want dat is denk ik het belangrijkste. Ja, een andere statistiek van voor deze wedstrijd. En ik denk dat die ook is meegenomen in jullie wedstrijdbespreking. Vandaag was jullie 5e thuiswedstrijd zonder overwinning. Is dat iets wat dan misschien toch doorwerkt in net niet die scherpte voor de goal? Nee, ik denk niet dat dat ermee te maken heeft. Want kijk, tegen Excelsior hadden we zeker moeten winnen. Nou, dat een paar keer ongelukkig dat die bal via de paal en de lat toen uitging. Maar tegen PSV speelden we gewoon denk ik een goede wedstrijd. En dan tegen de koploper speel je 2-2, dat is gewoon prima. Kijk, daarvoor hebben we het gewoon slecht gedaan, dat weet je ook. Maar dat gaat denk ik niet gemerkt dat dat bij jongens in het hoofd ging zitten. Maar jullie gingen wel met een fluitconcert veld af, dus ik denk dat het publiek toch teleurgesteld is. Ja, en terecht, want als je kijkt naar het beeld van de wedstrijd, moeten we hier gewoon 3 punten pakken. En dat voelen wij zelf ook. We zijn er zelf ook allemaal teleurgesteld. En ik snap best dat mensen fluiten, maar als je dan naar ze toe loopt en applaus geeft voor hun, dan krijg je het gelukkig ook weer, ook weer terug. En daar ben je dan ook gewoon dankbaar voor. Volgende week NAC uit, dan even een weekje rust en dan wacht Feyenoord thuis. Komt er een 6e wedstrijd zonder zegen bij? En dat is over 3 weken pas, dus daar ga ik niet van uit. Ik denk dat wij gaan dan ook, eerst volgende week, maar ook tegen Feyenoord gaan wij gewoon voor de overwinning. Want ik denk dat jullie in ieder geval wat je uit deze wedstrijd mee kunt nemen, is jullie geven niks weg. En je voetbalt zelf toch wel behoorlijk goed, je domineert de wedstrijd. Het was alleen heel lastig om deze muur te slechten. Ja, dat klopt. Maar ondanks dat creëren we toch wel best wel veel kansen. Alleen ja, dan moet er toch een bepaalde scherpte, ook bij mijzelf. Want wat je net zegt, ik creëer toch 3, 4 kansen. Ja, dan moet ik toch die bal erin schieten. Net als vorige week, dat doe ik het wel. En nu valt hij telkens net niet goed.